Om het land echt vooruit te brengen. En mijn opdracht zou zijn, zorg dat mensen zich weer thuis voelen. Zorg dat mensen zich weer verbonden voelen. Zorg dat waar je ook vandaan komt, je trots kan zijn op Nederland. We komen uit een enorme crisis en vrijwel alle groepen hebben dat gevoeld. Nu staan we er beter voor. Nu daalt de werkloosheid, nu zijn de financiën op orde. We komen nu in een nieuwe fase, waarin we vanuit een gezonde begroting kunnen investeren in nieuwe groei en banen. Iedereen verdient vast werk, met zekerheid en een fatsoenlijk loon. Geld voor de zorg weer naar zorg kunnen. En daarom schaffen we het eigen risico af. We zijn nog 4 weken voor de verkiezingen. 70% van de kiezers weet het nog niet. Iedereen die nu zegt dat hij weet wat op 15 maart de uitslag is. Deze verkiezingen zijn er 850.000 mensen die voor het eerst mogen stemmen. Dat is omgekregeld op ongeveer 13 zetels, geloof ik. En ik dacht, het zou zonde zijn als wij, jij en ik, als je zit te kijken, je hoort bij mij, thuis blijven. En nu reis ik het land rond. En eigenlijk, ik voer net zoals toen we u of jij. Je. Ik voer net zoals jij voor campagne. Ja. Ik ben gewoon. Vind je het? Ja, dat vind ik. Het is leuk, hè? Je bent bijzonder trots dat volk het ontsteunt. Voor mij ben jij een voorbeeld van integriteit. Met z'n allen even deppen.